Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 26 juli 2019. En mijn naam is Karen Stelma van der Werf. Ja. En ik neem jullie lekker dagelijks mee in mijn leven. Samen met Roderick. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst vandaag. En het is, zeggen ze, de laatste dag even van de warmte. Dus we zullen dat zien. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Ja, en ik ben nu even aan het lopen met een ander hondje. Ja. Even lekker met een ander hondje aan het lopen. Ga mee, Bob. Kom. Ga mee, kerel. Ja. Lekker even, hè? Ja. Eventjes in de uitlaatservice. Ga mee. Ga je mee, kind. Ja, en zoals jullie zien ben ik even lekker aan het lopen. Ja, hé hey kind. Even de uitlaatservice. Ja, uitlaatservice Karin Stelma van der Werf. Hé? Hey? Ja, hé. Hey. Ja, je bent lief hoor. Kom eens hier. Ja, je bent lief. Het is warm ook voor jou, kind. Ja. Ja. Kom dan. Ja, hé. Hey. Kom. Kom. Ja. Je bent lief voor, maar dat wist je al, hè? Dat je lief bent, hè? Hier is iets van, ik loop wel lekker vooruit. Lekker de rollijn, ja. En ik heb zo'n hoesje, dus ik kom mijn telefoon er eerst uithalen voordat ik dus kan gaan filmen. Yep. Ook helemaal top. Ja, zo. Ik heb al een deel was opgehangen. Daar hangt een handdoek. Daar een hele grote kleed. Daar hangt wat wasgoed. En dan zit er nog was in de wasmachine. Ja, druk. En dat met deze warmte. Want er staat nog wel steeds een heerlijk briesje. Maar komt niet echt deze kant op. Het is boven briesje volgens mij. Maar je zweet gewoon je kleding uit. Ja. Dan ligt er hier trouwens. Ja, zo. Zo. Hier ligt gewoon heel lief. Hondje. Fluffy. Hé, hey, warm hè. Ja, helemaal lekker slapen meisje. Als je slaapt heb je er veel minder last van. Ja. Nou, dan laten we die ook nog lekker liggen. Ik heb Roderick ook aan de telefoon, wie anders. En ik doe vandaag zo weinig mogelijk. Ja. Ik ben nog steeds met vlog bezig, bijna dik 2 uur. Maar het is ook binnen niet uit te houden. Dus dan ga je hem even af en toe verkoeling zoeken. Even op dit moment nog lekker op je balkon, waar het dus nog lekker is. Ik zal eens even kijken hoe warm het is op mijn achterbalkon. Even kijken. Het is nu 30 graden in de schaduw. Ja, het is nu 30 graden. Ik weet niet hoe warm het binnen is. Zal ik ook eens even gelijk kijken. Binnen. En de fan die staat nog aan. Dat maakt wel een beetje verkoeling. Ja. Ook niet heel veel. 31,5. Jullie zien het. 31,5. Dus ja. Ik ga lekker buiten zitten, lekker genieten en rustig aan doen. En ik hoop dat jullie dat ook doen met deze warmte. Een hele goede avond. Hij wou waarschijnlijk niet wat ik wou. Dat is nee. Jammer. Ja, daar zijn we weer. Het is een beetje donker aan het worden. Kijk. Ik weet niet of jullie het zien. Kijk. Het is hier al heel donker. En aan die kant is het heel mooi. Een beetje. Hij wil niet wat ik wil. Kijk, nu wel. Ja. We zijn weer lekker aan het zwemmen geweest. Ja. Ah. Heel gezellig. Heel gezellig, precies. Jammer dat jullie er niet waren. Misschien ook wel, maar niet geschikt.
Nee. Maar als wij mogen kiezen tussen Zuiderpark en Hofpad, welke zou jij dan kiezen? Dat is moeilijk, hè? Want Hofpad was vandaag gesloten en dit was open. Ja, maar van de als week... Als ze allebei open zijn, zou ik het Hofpad kiezen, want die is dichterbij en is wat prettiger. Oh, oké. Nou ja. Ik zou dus ook inderdaad voor het Hofpad kiezen. En wij gaan gewoon eigenlijk zwembaden af om ook dus voor jullie de reviews te geven over wat wij ervan denken en wat wij ervan vonden. Dus er komen heel veel andere leuke vlogs aan. Dus ik zou zeggen gewoon lekker blijven kijken. Dan komt het helemaal goed. Ja, helemaal. Dus Arthur? Ja. Kijk, en daar staat mijn man. Hij gaat. Hoi. Ja, dus het was wel leuk, klein. Maar de sfeer bij de Hofpad vind ik persoonlijker. Ja, gemoedelijker. En ik weet niet of dat het met de wijken te maken heeft. Maar ook ook gewoon het personeel is ja, anders. Stugger, niet echt van joh, hey, welkom, toch? Nee. Hofpad was het echt van nou, ze letten overal op. Want als er iets niet helemaal in de haak was, dan werd er meteen ingesprongen. En hier was het van nou jongens, even niet doen. Ja. En Hofpad was het echt van nee, wil ik niet hebben. Ga maar ergens anders doen. Daarom. Dus er zit een mentaliteitsverschil in. Ja, alleen wat ik dan wel weer leuk vind aan het Zuiderpark en dat ze een hele kleine buitenbad hebben. Dat zijn wel twee grote pluspunten. Ja, hele grote, twee grote pluspunten. Dus, die, de glijbaan was lekkerder. Ja, ook dat. Glijbaan, maar Emma... Ja, hè? Dat is harder volgens mij. Ja, ook, maar hè, Emma, dan en dat kan ook de Hofpad ervoor kiezen om nog een glijbaan te maken, maar dan ook open. Ja, oké. Hofbaan was helemaal dus een gesloten tunnelbuis. Ja. En hier hebben ze dus een halve tunnelbuis open. Met gedeeltelijk overkoepel. Dus helemaal een tunnelbuis. En soms drie kwart tunnelbuis. Ja. Ja, alles heen gekomen van boven, toch? En hier kan je dus zien hoe iemand... waar iemand is als hij aan een glijbaan aan het afgaan is. Ja. En of wat niet. Alleen het laatste stuk. Ja. Dus, en je moet een beetje kijken, een beetje schatten van waar iemand is. Ja. Dus. Maar dat kunnen we ook wel eens een keertje in de Hofpad doen. Als ik eens een keertje van de glijbaan af knal, dan is het gewoon wow! Dan weet jij dat ik er ben. Ja, oké. Je hard roepen. Nou, ik denk wel in dat je me hoort. Wow. Daarom. Anders ja hoor. Dus ja, jullie krijgen gewoon heel veel reviews over, alleen ja, in een zwembad mag je gewoon niet filmen in verband met de privacy, wetgeving, AVG. Dus dan doen we het gewoon lekker buiten, ja. Ook goed. De prijzen zijn gelijk, dus dat scheelt ook weer. Ja, in de gemeente Den Haag wel. En heb je een ooievaarspas, heb je korting. Hij niet, ik wel. Verschil moet er wezen. Parkeren bij het Hofpad is het makkelijker. Want? Meer plek. Die is het redelijk druk bezet allemaal. Ja, maar bij de Hofpad en daar kan het ook druk wezen. Ja, dat heb ik nog niet meegemaakt. Nee, ik ook niet. Ik heb twee keer geparkeerd en ja, eigenlijk zo parkeren, ruim plek. Ja, maar hier ook wel. Alleen je moet gewoon even wat doorrijden. Ja, oké. Okay. Dat is het enigste. Dus ik zou zeggen, jullie horen ons zometeen. Ja, ik zit dus nu alleen in de auto. Ja. Want trouwens even bloed aan het halen. Ja, gezellig. En dan kan ze zo meteen bij mij instappen. En zo, hartstikke idee naar achteren. Ook gezellig. Ja. Yep, dus ja. Gaat helemaal goed komen. En een beetje auto's kijken is ook leuk. Yep. Geweldig. Ja, nu ben je een beetje loom. Moe. Dan moeten we ook nog gaan koken. Het is 9:30. Half tien. Kom goed.
Arie, you did it. You go. You can it. Ja. En niet you did it. Straks. Ja. Ja, wie hebben we daar? Wie hebben we daar? Wie hebben we daar? Kom maar. Wie hebben we daar? Kom, andere kant. Kom, hier langs. Kom, hier langs. Kom maar, kom. Kom maar, kom. Blue, kom, Blue. Kom, 1, 2. Kom. Film even verder. Kom, 1, 2. Blue, 2. Hi. Kom, nee, deze kant op. Kom. Nee, Blue, kom. 1, 2. Dat ken jij. Kom, dat ken jij. Die kant op. Dat ken jij wel. Kom eens hier. Kijk eens. Nee, die kant op. Kom. Zal ik even helpen? 1, 2. Ja. Nee, kom. 1, 2. Ik zal je helpen hoor. Kom hier. Kom die kant op. 1, 2. Hi, Titty. Zal ik je helpen? Kom hier. 1, 2. Ja, goed zo. Keurig. Ja. Keurig. Goed zo. Ja, lieve mensen. We zijn dus weer thuis. Ja. Alleen mijn telefoon zit aan de oplader. Dus zoveel denk ik dat ik nu niet meer zal gaan vloggen. Maar oké, maakt niet uit. Ik heb alles open, de achterbalkondeur, de voorbalkondeur. Het waait er nu even lekker door mijn huis. Alleen de slaapkamers krijg ik dus nog niet voor elkaar, want anders heb ik problemen met mijn katten. Ik zou het wel kunnen, maar dan moet ik het op de haak doen. Dus dat doe ik ook wel, denk ik, misschien zometeen. Dus laat maar even lekker een beetje weer koel worden en dan komt het helemaal weer prima in orde, hoop ik toch. Zodat ik vanavond lekker fris in mijn slaapkamer kan gaan slapen. Dus dan hoop ik ook dat het voor jullie weer een beetje beter wordt qua slapen vannacht. En deze video zullen jullie wat later zien dan. Maar ik hoor het wel in de comments uiteraard. Dus komt wel goed.